We mogen 140, Dimi. Eindelijk. Gas erop, hoppakee. Gas erop. Welkom, welkom. We gaan vandaag rijden met de trein vanaf Utrecht Centraal en Dimitri die is er ook bij. Ja, hallo. Hoe is het ermee? Ja, gaat wel toch? Ja, zeker. Nou ja, we gaan vandaag van Utrecht Centraal rijden naar... Hilversum. Ja, precies. En, ja, even vergeten. Het heeft heel wat moeite gekost, maar kijk nou eens het mooie, prachtige Utrecht Centraal. Prachtig. Ik heb alleen wel het idee dat het nog een beetje op het station kaal is, maar... Het zal wel aan mij liggen. Het is in ieder geval vroeg, het is 6 uur 's ochtends in het spel. En we gaan een ritje doen. Ik denk een van de eerste lijnen zo te zien. Dan zijn we heel weinig treinen. Misschien omdat dit een free room is. Maar goed. Beetje rustig. Ja, precies. Nou, we gaan realistisch. We gaan de richtingsschakelaar naar voren doen. Oh, wacht. Moet ik wel natuurlijk een groen sein hebben, wat ik nog niet heb. Heb ik die? Er staat dat ik erdoor mag, maar... Volgens mij is die toch nog gewoon rood. Of het is een fout in het spel, maar volgens mij is dit gewoon rood. Nou, zullen we er gewoon doorgaan? Ik ben benieuwd wat er dan... Laten we doen. Die game over is, ja, dan is het niet anders natuurlijk. Zijn we al game over? Zijn we al game over? Nee, nog niet. Ik heb alleen de koersborden niet gedaan, maar daar zijn we niet zo van de koersborden. En er staat dat het eerste station HVS is, maar ik weet niet wat HVS is hoor. Station HVS, zal ik eens opzoeken. Hilversum denk ik. Of niet? Ja, HVS, Hilversum, dat is toch logisch? Ja, en daarna moeten we volgens mij weer terug naar Utrecht. Dus als jij even kan opzoeken hoe je van cabine switcht, voordat we dat gezeur weer hebben, want dat weet ik er serieus niet meer. Even cabine switch train simulator, dat... Oh ja, de eerste aflevering hadden we dat ook. Ja, precies. Kijk. Heerlijk, weer lekker met die... Dit is jouw lievelingstrein, hè? Ja, zeker weten. Zal ik nog even een mooi shot voor je doen? Kijk hem eens even rijden. Oh, wat mooi. Op zich is Train Simulator wel een mooi... We hebben wel een lange trein, hoor. Ja. En we hebben het zo voor elkaar gekregen... dat... hoe heet het? Dat jij ook mijn scherm nu kan zien. En ik hoop niet dat dat ten koste gaat van de video. Want dan moet hij eigenlijk mijn scherm doorstreamen aan... Dimitri, en die kan het nou wel zien, dat is wel leuk. Dus die weet natuurlijk ook als we het ergens over hebben van, oh ja, ja, ja. Maar ja. Dat heb ik normaal niet. Nee, precies. Moet ik maar een beetje meelullen. En ik moet wel zeggen, Game Channel, ja, het loopt wel, maar ik mis toch wel wat leuke reacties. Wat comments, abonnees en alles. Dus ja, het is leuk, maar het kan beter natuurlijk. Kan beter. En heb jij het al opgezocht hoe je moet switchen van cabine, Dimi? Ik kan het nog tot op heden niet vinden. Oké, nou ja. We komen hier zo langs Utrecht Overvecht, maar daar mogen we voorbij blazen, zie ik. Heerlijk. Heerlijk. Volgens mij heb ik het hoor. Ik ben daar zo... Ik ga altijd naar andere YouTube mensen kijken hoe ze dingen doen. Ik kreeg bijvoorbeeld aan het begin van die video de cabinedeur niet open, ja. Een andere YouTuber kijken hoe het moet. Ja, precies. Maar volgens mij gaat de beeldkwaliteit een beetje achteruit voor de opname van... Mogen maar 100, dat schiet ook niet op, hè? Dat is niks. Weet je wat trouwens altijd die blauwe bordjes op die stations betekenen? Dan heb je altijd zo 4 en zo staan en 6 en 8. Oh. Nou, je begint zeg maar van voren, heb je er waarschijnlijk 2 staan, daarna heb je 4 staan. En daarna, dat is hoeveel bakken je hebt. Dus deze trein, ik ga even tellen, om precies te zijn. Yo.
Volgens mij heeft deze trein er hier voor 4 en achter had hij er ook maar 6. Dus dan heeft hij 10 bakken. Dus dan moet ik zo meteen bij, als een lange trein, dan moet ik zo meteen bij het bordje 10 gaan staan. En dan, als ik naar voren kan met bordje 10 staan, dan staat die achterkant precies goed. Handig toch? Oh ja, dat is wel handig voor de machinist. Precies. Voor jou dan. Oh, ik zag dat ik hier nog wat missende. Er staan hier in dingen staan nog wat missing textures hier in het gras. Af en toe. Dus ik moet eens kijken wat dat is. Kijk, dat zijn denk ik een paar planten of zo, bomen. Lijkt het wel. Bomen inderdaad. Ja, bomen ja. Ja, er zijn opvallend weinig bomen inderdaad. Nou, dat gaan we dan eens even proberen te fixen. Hey, een vliegtuig hier in de lucht, dat leuk. En we gaan zo meteen. Heb je het gevonden trouwens? Nee. Oh, nou dan. Ik hoop dat we het zo vinden. Rijden we bij Schiphol? Nee. Oh. Ja, weet ik veel vliegtuigen. Die zie je toch nooit bij Hilversum? Nee, zo laat. Ja, misschien komt hij erover. Ja. Toch wel weer wat anders dan die Duitse treinen en die Engelse. Ja, ik kan je zeggen. Oh, het gaat wel lekker. Farming Simulator 2015, een nieuwe jaar. Nieuwe Minecraft bouwwerk. Cams. Wat nog meer? Cams gaan we waarschijnlijk vanaf volgende week doen. Als het goed is, komt de komende week uit pending. Dus. Die komen wel in het nieuwe jaar. Dus en dan ook nog Nederlandse treinen. Het gaat wel lekker. Ja, ik merk alleen wel dat hij wat trager is volgens mij. Ik hoop niet dat dat ten koste gaat van de opname. Nee, ja. Weet je, de kijkers waardoor het komt. Ik heb het hier gevonden. Om de actieve cabine van je trein te veranderen naar een andere binnentrein aan samenstelling, breng de trein tot stilstand en druk vervolgens op Ctrl plus is of Ctrl plus min. Oh, dus je moet met Ctrl en dan plus of min. Oké, nou, ik denk dat ik het al snap. Nou, volgens mij gaat de opname er aardig achteruit. Maar we gaan het zien en anders gaan we de volgende keer. Ja, dan heeft die meter maar pech. Ik moet zeggen, deze trein, je kan wel zien dat het een intercity is, want hij trekt wel lekker op. Hier, we rijden alweer 144, waar we al, 120 mogen. Beetje afremmen. Wat ik wel heel apart vind, kijk, woep, daar gaan we weer voorbij. Hier heb je van die bordjes, Dimitri, 4, 6. 6. Ja, dit zijn de laatste, dit dan de laatste. Zie je, kan jij niet stoppen. Je pas jij niet op het station. Moet misschien wel lukken hoor. Kijk, als de helft nog aan buiten het station is, dan kunnen ze niet uitstappen. Ik heb dat wel eens een keer in het echt gehad. Dan zat ik in de trein en er zat gewoon serieus de achterste wagon. Die, ja, nou, dan kon je uitstappen wat je wou, maar... Dan kwam je op het spoor. Dan kwam je op het spoor, inderdaad. Nou, lekker dan. Deze hebben hier, zeg maar, ik woon in Zeeland. Volgende week gaan we waarschijnlijk op de Zeeuwse lijn rijden en komen we in principe langs mijn huis. Dat is wel heel erg lachen. Nou, ik moet zeggen, ik vind hem... Hoe vind je hem tot nu toe? Een keertje meerijden? Oh. Weet je wat dat betekent? Nou? Oh. Oh. Nee. Wat is er aan de hand? Ik kan niet remmen. Oh, wacht. Ik ben aan het gassen. Dat betekent, kijk, dat ik een oranje of een rood sein heb. En als die... Hier. Nou heb ik waarschijnlijk een rood sein. Kijk wat dit is. Oh, er is nog oranje. Volgens mij heb ik per ongeluk de noodrem ingedrukt. Kijk, maar als hier nou weer... Hier, er staat hier een bord. Dus het betekent dat ik moet afremmen naar 60. Waarom? Geen idee. Nou, als hij nou weer gaat piepen... Nee, nou is het goed. Blijkbaar moeten we hier langs dit station wat minder hard rijden. Of gaan een wissel over of zo, ik weet het niet. En ik moet zeggen, ik had eerst dat ik de parons hier niet en de paaltjes en zo niet had. Maar ik was dus blijkbaar één ding vergeten te installeren. Nou ja, blijkbaar hier nog meer dingen. Geen idee wat het is. Ik ga nog maar eens even een keer goed kijken, maar...
Nou, we mogen nog steeds 60. Waarom? Geen idee. Een bocht misschien? Ik denk een wissel, dat we hier de wissel over gaan. Ja hoor. Waarom gaan we nou weer helemaal over die wissel? Ah, we gaan, ik denk dat we een andere richting op gaan, want hier mogen we weer het gas er zo op. Ja, we hebben natuurlijk wel langere trein, dus het duurt even wat lang. Die achterkant is nog niet eens over de wissel. Heerlijk, hè? Maar waarschijnlijk gaan we volgende week waarschijnlijk met de mat 64 over de Zeeuwse lijn. En dat vond ik wel heel erg leuk, want dat zijn nog oude treintijden, terwijl dat ik nog heel vaak met de trein ging. En ik ging dan wel eens met de mat 64 en dat, ja, dat is een beetje een soort jeugdsentiment. Ik weet niet hoe dat precies moet doen, maar we mogen in ieder geval weer het gas erbij geven. Maar zo leer je nog eens wat, hè? Dan weet je dus de volgende keer als die... ja, waar die trein ongeveer moet stoppen en zo. En ja. En het is ook geen oranje sein, maar het is een geel sein. Ja, als je een oranje sein zegt, dan ben je flink de sjaak, om maar even zo te zeggen. Wat hebben we hier nog allemaal voor mooie knopjes? Tractie. Deuren dicht. Oh, we mogen hier opeens zometeen maar 40, dus dan zal dat ding zo wel weer gaan piepen. Maar we gaan even kijken, wat hebben we hier nog allemaal mooi. Mooi, hè, zo in die cabine. Prachtig. Ik vind de binnenkant van de trein ook mooi, kan je dat niet laten zien? De cabine? Ja. Oh, wat mooi. Kijk, wel een beetje lege trein, moet ik zeggen. Ja, kijk, daar heb je die glazen deuren. Dat kreeg ik wel eens tegen mijn kop aan. Oh, was dat lekker of niet? Nee. Was een beetje hard. Nou, we mogen hier zo meteen... is dit gewoon oranje sein? Nee, heel vaak. We mogen zo opeens 40, maar er wordt niks aangegeven. Hey, ja, toen deed iemand die deur open. Toen smeet hij hem dicht. Toen kwam hij zo aan de andere kant tegen mijn kop aan. Ik heb wel eens een filmpje gezien van iemand die... Oh, we moeten hier afremmen, zie ik. Ik heb wel eens een filmpje gezien van iemand en die was allemaal... ja, hoe was het? In de trein was hij aan... Kijk. In de trein was hij aan het schelden en zo. En weet ik het allemaal niet, was heel agressief. En die ging allemaal mensen lastigvallen en zo. Dan denk ik van, gast, doe normaal, joh. Van mij part... Voelen zij je kop? Ja, ik wou zeggen. Nou, ik weet niet waarom we hier met 40 langs mogen. Maar ik heb hier nog nooit harder langs gemogen, eerlijk gezegd. Maar dan moeten we serieus zometeen ook nog terug dus. En de route zou 26 minuten duren. Hebben we nou weer voor nog trager of hebben we een rood sein? Jij ziet het nog steeds goed, hè? Ja. Perfect. Het is nog steeds een oranje sein, zie ik. Oranje-geel, sorry. Mag je niet zeggen. Dit, ik weet niet, maar dit stukje rails, dat is nou niet echt dat de grote internationale trein overheen gaan. Kijk. Geef toe, dit ziet er toch niet uit? Nee. Hij gaat ook niet hard, hè? Nee, je mag hier maar 40. Maar deze trein kan ook niet zo hard, hoor. Ik heb wel eens getest hoe hard die kan. Oh, we gaan hier opeens over een linksspoor. Normaal kom je op een rechtsspoor, lijkt me. Kijk, hier heb je van die bordjes. Ik vind het station een beetje kaal. Ik weet niet. Er mist nog iets van... iets in. Mocht je trouwens weten wat ik mis of zo... help me gerust. Ik bedoel, wij zijn geen Game Freaks. Ik heb hier wel eens... dit stuk heb ik ook wel eens... mijn oude computer dan nog heb ik hem gereden. En dan had je hier zeg maar twee sporen en dan moest je wachten tot aan de andere kant de trein langs kwam. Maar dat is vervelend, om maar even netjes te zeggen, hoor. Als je één spoor hebt. Oh. Ik zou bijna willen zeggen, zullen we er stiekem een beetje gas extra op geven, maar...
Heb je al eens die toeter gehoord trouwens van die trein? Nee. Klinkt een beetje nep, al zeg ik het zelf. Klinkt niet echt als een toeter. Nee, precies. Ga wel lekker snel deze trein. Ik ga een beetje gas erbij geven, want dit schiet echt niet op. Nou, ik zie dat we sowieso meteen, alweer 60 mogen, dus... En dan moeten we volgens mij de hele deze route ook nog terug. Misschien moeten we volgende week dan maar terug gaan. Nou, kunnen we wel in één keer door, hoor. Dat is ook weer zo saai. Ja, de kijkers helemaal wachten tot een volgende week. Ja, precies. Hier, dat vind ik ook wel apart. Twee dezelfde auto's naast elkaar. Ja, apart, hè? Het gaat natuurlijk om de trein, hè? Zijn we nu in die kakkersbuurt? We zijn in... Soest zijn we nou volgens mij. In die kakkersbuurt dus. Ik zie dat we zo meteen naar 80 kilometer mogen. Of niet. Hé, een luchtballon. Hier. Waarom gaat dat ding nou weer piepen? Oranje. Of geel, sorry. 60. Nou, ik dacht gewoon 80, maar nee hoor. Het is niet zo'n feest. Nee, precies. Ik weet ook niet waarom. Maar, zullen we gewoon stiekem een beetje 80 gaan rijden? Tuurlijk. Gaan ze wel. Wel kans dat we opeens een rood sein hebben dat we game over zijn, maar... We hebben wel lol. Precies. Nou, komen ze meteen langs station Baren. En volgens mij kunnen we vanaf Baren wel weer een beetje, is het dan wel weer dubbel sporen. Oh ja, hier zie je, hier hebben we nog meer sporen, dus dat weet ik nog wel. Nou, we kunnen weer het gas erop gooien zo meteen. 110, maar... Ja, er zit nog allemaal op het, hier op het gras zitten nog allemaal van die blokken dat hij iets niet, dat hij een bestand mist. Ik weet niet wat het is. Het ziet er in ieder geval niet uit. Het lijkt wel bloemen of zo. Of gras of... Ik denk bloemen kan toch ook? Ja. Of struiken. Struiken, zoiets, ja. Oh. Mogen we opeens... Oh, we gaan een wissel over. Daarom moeten we 60, denk ik. Nou. Gaan we op de rechte spoor, denk ik. Oh nee, toch niet. Zullen we het gas dus een beetje... Oh, wat hebben we hier? Wat hebben we hier voor schijn? Oh, dat is niet voor ons. Hier mogen we 110, dus gas erop zou ik zeggen. Oh, dat vind ik ook nog niet hard hoor, 110. Hé, hey, dit is Stationbaan. Weet je waar ze in Duitsland kunnen? Ja, dan mag je er onbeperkt, hoppakee. Ja. Kijk, blaas even bij station Baren. Hier, kijk, 10 bakken, dan zou ik hier moeten staan. Maar ik snap niet waarom ik op het linker spoor rijd. Dat snap ik niet echt. We zijn toch in Nederland? En misschien dat een... Ik heb ook nog weinig andere treinen gezien, misschien... Ja, ik weet niet. Oh, ik heb nog geen ene andere trein gezien. Lijkt me wel eens leuk als we gewoon een wissel kunnen omgooien. Dat we even op het andere spoor kunnen. Even kijken. Kan dat misschien? Waar hebben we een wissel? Hier hebben we een wissel. Nou, dit kan sowieso. Maar de dingen waar we op rijden, dat kan dan weer niet. Nee. Nou, vaag. Oh, we mogen 140, Dimi. Eindelijk. Gas erop. Hoppakee. Gas erop. Nou, lijkt te van nemen. We zijn zo op Hilversum.
5 kilometer. Dat is wel een lange rit. Volgens mij duurt die langer dan 26 minuten. Maar laten we het als een feest hebben. Mocht het niet passen met uploaden, dan uploaden we hem wel in 2 keer. Dat zal je vanzelf dan zien. We gaan even het gas erop geven. 140, dan moet je ook wel makkelijk 160 kunnen. Volgens mij is 160 de max van deze trein. Nou ja, weet je wat ik een keer heb gehad? Dat vergeet ik echt nooit meer. Dan zat ik in deze trein. En ik woonde naar de Zeeuwse lijn. En dat was bij station Rilland Bad. En dat was pas dat de Intercity's ook op de kleine stations stopten. En die trein die reed dus 140. Maar die was dus vergeten bijna om dat bij dat station te stoppen. Dus opeens ging die op de noodtram. Heel dat ding stuiteren. Dat vergeet ik nooit meer. Dat is wel leuk om mee te maken, zeker. Ja, dat is wat anders. Wil die trein stuiten? Nou, 156. Oh, dat kan die denk ik niet. Misschien gaan we zo meteen bij station Hilversum wel op een ander station. Weet jij veel. Moet sowieso afremmen. Hmm. Het beeld is echt schokkerig. Dus ik denk dat hij toch met mijn computer hem niet kan trekken, hoor. Beetje... jammer. Zou jammer zijn. Ik kan zeggen. Oh, wheel slip. Ik gooi altijd de zandstralen aan als die mijn wielen gaan slippen. Leuk tipje hoor. Zo. Nou, we zijn, dames en heren, jongens en meisjes, we zijn gearriveerd op station Hilversum. En, vergeet niet uit te stappen. Vergeet zeker niet uit te stappen en niet uit en te checken. En uit te checken met uw OV-chipkaart. Oh nee! Niet zo hard erover! Oh. Zo, schrok me dood, joh. Weet je wat er gebeurt als je die knop niet indrukt? Nou? Springt hij op de noodrem. Handig toch? Hier, dan hebben we hier bordje 4. Dus we moeten nog heel eind door. Oh, hier moeten we stoppen. Zo. Ik denk dat ik er zelfs iets te ver ben doorgereden. Ik neem het voor waar hoor. Hoppakee, we zijn wel weer klaar om terug te gaan.